Voeren, hedendaags bekend als plek waar men de rust kan vinden. Toch schuilt achter deze rust een turbulente geschiedenis. 50 jaar geleden werden 6 voerdorpen overgeheveld van de provincie Luik naar de provincie Limburg als gevolg van de taalgrensregeling en taalwet van 1963. Tot op de dag van vandaag heeft deze ingrijpende gebeurtenis de evolutie en ontwikkeling van Voeren getekend en bepaald. Ik werd hier in 1960 gepiloteerd als postmeester in Sint Maartensvoeren. En daar werd het eerste kiem gelegd voor Voeren tweetalig te houden. Er was geen sprake van Voeren naar Limburg. Uitsluitend, Voeren zou bij Luik blijven. Maar de Vlamingen vroegen tweetaligheid. Alhoewel dat er in Voeren in die tijd praktisch geen Frans werd gesproken. Ja, om de geschiedenis van de 6 dorpen, want Voeren is pas later ontstaande, met de 6 dorpen van Overmaas, Molingen, Schaarvoer, Sint Maartensvoer, Sint Pietersvoer, Remersdaal en Teuven. Dat begint vooral met de talentellingen. En de oudste talentelling dateert van 1846 en daar wordt duidelijk, heel duidelijk al gesteld dat er 6 Vlaamse gemeenten waren. Hoe duidelijk het Nederlands, 95% van de bevolking aangehoef Nederlands sprekend te zien. En dan in 1963, dat is dan de laatste taalgrensregeling, die drong zich op en men heeft dan, ja inderdaad, de 6 voerdorpen, maar ook de rand, de 6 randgemeenten, de grens, de taalgrens vastgelaag. Het gebeurde in ruil voor de Jekervallei. Bitsingen, Rukkelingen, Ternaaien, Lanenu, Bassange, Rokkelange, die zijn overgeheveld van Limburg naar Luik. En komen Moesgroen. Komen Moesgroen kregen faciliteiten. Jekervallei kreeg ook faciliteiten en Voeren kreeg faciliteiten voor het Frans. De toedracht van die overheveling had natuurlijk te maken met ook de politieke keuzes van de bevolking. Omdat hier Voeren nogal vrij christelijk georiënteerd was, christelijke partij. Dus de ruil, en dat wordt meer socialistisch, dat is arbeidersvolk, terwijl in Voeren de boeren woonden. Met 58 Vlaamse stemmen, ja, en vuil Franstalige stemmen, 40 Franstalige stemmen tegen. Dat had nooit groot gesmaakt. Het houdt maar weinig Franstaligen op die taalgrens, net omwille van Voeren. Natuurlijk komen Moesgroen, ja, dat pakten ze uiteraard erbij, dat was voor hun een cadeautje. Maar dat had nooit groot gesmaakt. Natuurlijk, het was een conclavoes tussen de verschillende politieke partijen. De verschillende, ook langs de Waalse kant. Wallonië wou van de voer af, want het waren stemmen voor de PSC. Wallonië was socialistisch. En Vlaanderen ontving dus met open armen wel. De voerstreek. En dan eind jaren 50, ik ben zeer bewaard in 50, ik weet nog dat elke leerling, die krijgt dus een briefje mee naar huis om in te vullen, dat invullen door ouders, en het ging over de taal die de heem gesproken wordt. En
dat was bij het binnenbrengen van die briefjes, was ik zelf verrast, want ik wou in bepaalde gezinnen kwam, bijvoorbeeld bij Jansen, zat hij weer de fiets, en dat daar Frans ging. En dat de meeste opmerking maakte, ja maar Emiel, praat jij Duits Frans? Ja, de jong wist niet zo half niet wat moest antwoorden, ja, nee, ja, ja soms ja. Hè. Terwijl de man boven mij is, hè, en die plot, die kan de moeilijker als wie iedereen. Maar die houden door, dus dat was een verdoken talentelling. En met het gevolg dat het schooljaar erop, al die leerlingen, en in mijn klas zaten we met een stuk of acht, blijft er nog 2 uur voor. Ik en Mathieu Pagge. De rest, naar Vizé. Ik ben een van die ook de eerste generatie die dus het voortgezet onderwijs gevolgd heeft in het Nederlands. Want voordien, hè, tot was het de gewoonte dat afstudeerden van de Liga Onderwijs, dat men die van Moelingen en Schaafvoer gingen naar Vizé, college of naar het Atheneum, in Vizé. Ze moesten voeren, Sint-Pieters voeren van Teuven, dat ging dan naar Herf of Obel. Hè. En ik ben de eerste generatie hoe de bus wordt ingelagd, een busverbinding dagelijks naar Tongeren. En hoe van het aangemoedigd wordt om het voortgezet onderwijs te doen in de moedertaal. Ja. En dat heeft natuurlijk resulteerd dat er heel wat hoger diploma's behaald worden, plotseling, hè, vanuit die generatie. En daar is ook burgemeester Huub Roers een product van die eerste generatie, dus ook naar Tongeren voortgezet onderwijs hebben gaan volgen. Voor welk jaar ook al vandaan? Welke tijd is dat? Ja, word ik 48, 60, 61, 62 is die busverbinding ingelaagd worden, ja. Door meester Boffet en Jacques Nissen, VA Jacques Nissen, dat waren de twee touwtrekkers, voorlopers, dus die dat op gang geholpen hebben. Ja. Okay. Eigenlijk wordt het rustig tot de fusie in 1977. En ja, dan is het, wordt hier niet gewelddadiger dan in de rand van Brussel of wat ook, het wordt vrij rustig. Taalstrijd was wel hier, door het feit dus dat ook heel wat inwoners werkten in Wallonië, hè, in de staalindustrie, in de cementindustrie. Ja, en die dat toch alleen maar naar 5 uur moesten zich Vlaming voelen, hè, maar daar overdag toch moesten het Frans spreken. Dus dat ligt wel wat moeilijker, maar goed, blijf rustig. Veel arbeiders uitvoeren, die vooral werkten in de Coquerel Ogree, in de cementfabrieken, hè, in de FN, hè, in de staalfabrieken, Cherat, Chertal en noem maar op. Die werden daar een beetje gecoïoneerd. Die hadden wat problemen. Die kregen mee, vooral van de kant van de Waalse vakbond, FGTB. Hè. Je moet niet vergeten dat in die tijd de strekking Renard heel sterk was. Hè? Renard heeft ooit op het Place Lambert in Luik voor een massa hysterische opgezweepte Walen gezegd, pas de pat flamand op Place Lambert. Hè? Ja, ja, ja. Nooit geen Vlaamse poten op het Place Lambert. Onderhuids politiek gezien is dat altijd lastig geweest. Dan hebben ze de taalwetgeving van 1966 gehad. En dan komt in 1970 een uitspraak van de Raad van State, wat een stuk van die faciliteitenregeling afbreekt. En dan beginnen ze opnieuw. En wat ik vaststel is, en dat is wat mij vooral had gewrongen gedurende die 50 jaar, is dat iedere keer is het nieuws gebeurde na 1970, dat er nooit enig voordeeltje bij was voor ons, maar altijd een beetje knabbelen, een beetje toegeven aan de faciliteiten. En dat had mij, wat mij ook, en dat is nu de allereerste keer dat ik het zeg op dit moment, bijzonder getroffen had en bijzonder pingedoe had. Dat is de manier op de welke dat de federale overheid mij oog, en dat mocht ook wel eens een keer gezegd, zie je, onze monarchie had ingespeeld op, want onze monarchie had op een bepaald moment toch meer contacten gelaagd met de rebel hoe Stixius nog verwijst, namelijk José Appart. En ik vind dat nog immer toe niet zozeer een historisch feit in de politieke geschiedenis van België, maar een echt te miskennen feit. Ik heb dat nooit zo uitdrukkelijk gezegd wie nu, maar na 50 jaar Limburg, wil ik dat toch wel eens een keertje zeggen, dat dat een van de zaken is wat mij het meeste pingedoe hebben in de hele geschiedenis van voeren. Ik vind dit nog altijd niet kunnen. En not done. Punt gedoe, wat de anderen ervan denken, interesseert me niet. Ik zeg dat een van de zaken is die in mijn ogen absoluut te vermijden en je moet zien.
De overheveling in 1963 heeft heel goedkoop blootgezet bij heel wat voerenaars door het feit dat men dacht dat men het Nederlands onderwijs zou gaan het Franstalig onderwijs, dus de extra Frans die men gaf in het laag onderwijs, dat men die door de provincie Limburg zou van de kaart vegen. En dan dat men dan de werkgever, meestal ligt in Wallonië, dus straks daar de staalindustrie en de cementindustrie. En als ze dan het Frans niet meer kennen, dan zouden ze geen werk meer hebben, dus broodroof. Dat was het argument wat men gebruikte om dus dat aan te vechten. De echte problematiek is pas gekomen toen Hampaar, familie Hampaar kwam uit Wallonië, waren geen voerenaars. Toen de moeder van Hampaar, naar ik altijd heb horen zeggen, van Sint-Truiden afkomstig was, dus zijn moedertaal zou Nederlands moeten zijn. Hij heeft altijd geweigerd om te spreken. Die is naar voren gekomen. En Hampaar wou zich absoluut profileren. Hij wou, naar ik heb horen vertellen, was zijn vader meer aan de rechtsistische kant onder de oorlog. Maar hij heeft zich bekeerd tot de Socialistenpartij, de PS, de FGTB, omdat hij vond dat hij meer steun kreeg en dat hij daar, dat was een springplank naar hoger op. Hè. Ja. Als ongediplomeerde landbouwer, fruitteler, is het dan toch maar even Europees parlementslid geworden, zelfs minister, zelfs voorzitter van de Vlaamse Raad, van de Waalse Raad. Hè. Dus nog minister geweest. En hij heeft dan eigenlijk toch wel zijn volgelingen in Voeren eigenlijk al laten storen. Hampaar, iedereen zei, hij is die Voeren begonnen. Wel, Hampaar is eigenlijk niet die Voeren begonnen. Hampaar is als 16, 17-jarige, is hij dus in de landbouwomgeving begonnen. Iedereen herinnert zich dat op een bepaald moment een jonge man met een jong koe naar het parlement de zee gestormd, de trappen is op. Dat was dezelfde man, hè. En dat, de jeugd kijkt er een beetje naar op, hè. Dat is een man die durft, hè. Die heeft lef. Natuurlijk, met koeien kun je spelen, hè. Dat is niet moeilijk, hè. Maar, en die jongens die kon hij indoctrineren. Kon hij gebruiken om daar te geraken. En hij heeft ze gebruikt op een zeer negatieve wijze. En zijn uiteindelijk doel was hier burgemeester worden, de voerstrek terug naar Luik. En hij zou dus een hoge functie krijgen in de Waalse regering. Verwarren dat eigenlijk, gewoon het woord maar gebruiken, de autochtonen van hier, wat hun eigen gebied moesten verdedigen en wat vonden, wat zijn ze nou als dialecten daar afpakken? En, in de politiek, zoals hij Hampaar, ging tolerantie mee bouwen voor de moedertaal, geen respect meer houden voor de moedertaal en de eisten dat we ons in het Frans zouden uitdrukken, dat was voor hem de plicht, ja dan raks aan het zere been. En dat was bij mij eigenlijk ook de drijfveer om te zeggen, jongens, dat neem ik dus niet, hè. Mijn moedertaal pakt me geen af, hè. En zal me geen verbeteren. Want dat was de uiteindelijke bedoeling. De uiteindelijke bedoeling was dus, laten we wat landstalen nemen, met voorkeur voor het Frans, maar dat ging ook ons dialect en onze carnaval. Ik wil toch wel even zeggen, dat carnavalstoeten ook, bijvoorbeeld die in Schavenvoer, verbouwen zijn geweest op een bepaald moment. Ja, dan gingen ze die rebelleren. Hè. Ik weet dat ik in 1977 prins carnaval ben geweest, maar dat prins carnaval van 2 jaar daarna, deze stoet is niet mogen uitgoeien. Ja, dat was natuurlijk de rebellie. Tot op een bepaald moment komt de samenscholingsverbod. We zitten hier nu weer met een paar maanden hier rond de stoffel. Je had nog een paar lui rondstoen. Dit was verboden toen. Je moest maximum met 4 lui bij je en voor de rest op 100 meter. Dus als het op café ging, moest je ook maar met 4 man zitten. En van die toestanden. Ja, daar rebelleerste. Zeker is de jongere wijs. Maar doe dingen niet alleen aan zichzelf. Doe dingen ook aan wat hun ouders en hun vrienden en hun kennissen en familie gedoe hebben voor de streek. Maar doe dingen ook van, in welk dorp wil ze dat een kinder en later misschien een kleinkinder kunt nemen? En dus het had altijd ergens in elke gemeenschap een generatie, wat toevallig op dat moment die generatie is, wat het heft in handen moet nemen. En toevallig word ik iemand van die generatie. Enkele voorbeelden kan ik aanhalen. Bijvoorbeeld als er vergaderingen waren van Vlamingen, onder andere in het Veldmanshuis. En op andere plaatsen, dan werd er uit kapot gegooid.
werden de mensen belacht, werd geschreeuwd, langs alle kanten, vuile, vieze woorden. Het gebeurde ook, en dat is echt, wat ik u vertel, dat is echt gebeurd, dat er spenen van koeien zijn overgesneden geworden van Vlaamse boeren. Wat ze me aan het bedrijf hebben gedaan, dat vond ik, mij persoonlijk pakte me het vee, het materiaal, wat ze me verhinden, dat heb ik erg gevonden. En dan zou ik niet naar de politiek, dan worden we een gewone burger bij allemaal. Ik ga me misschien zo'n verberg, de kapot gehouden, de bum overgetrokken, bijenwerk, keuwloten. En zoek het allemaal. Dan word ik, op een gegeven moment word ik niet meer gerust. Dan heb ik tussen termen ingeschakeld. Zeg, kom maar een keer. Hoe lang dat zit, dat weet ik niet. Ik echt hoe dat het was verschrikkelijk. Ramen werden ingebruikt, auto's bekratst. Ja, dat was toch die jaren. Tussen 77 en 79. Het is van september 77 tot januari 79, dus dat is eigenlijk maar een groot jaar. Er waren maar net minder dan 50 ernstige inbreuken gebeurd. Dus mag ik zeggen, één inbreuk per week. Er kwam een Nieuw-Vlaamse apotheek in Sint-Martensvoeren. De nacht voor de opening werd er een brandbom door de venster gegooid. De apotheek stond half in brand. Natuurlijk, de brandweer is op tijd daar. Men heeft dat kunnen blussen. Hè? Apotheken toch kunnen doorgaan. En zo zijn in alle landen dingen gebeurd. Veel zaken die, waar de mensen over zwegen. Die ze niet durfden naar buiten te brengen. Ze hoefden ook geen klacht aan neer te leggen bij de Rijkswacht. Want de Rijkswacht was in die tijd, ja, zeer Belgischistisch, laat me zo zeggen. Hè? Zeer behoudsgezind. En de Vlamingen waren dus in de ogen van een paar fascisten. Hè? En dan is er een antwoord op gekomen en dat kwam dus van de Taalachtsgemeen Vlaamse Voorbeweging. Die zich dan eigenlijk dat niet meer aanvaarde en die dan is komen steunen. Taalachtsgemeen, die kwam wandelingen houden. Hè? Vooral om aan te tonen van luister hier jongen, dit aanvaardt je niet. En dan is daardoor ook de harde kern ontstaan. Ik was van oordeel in 1963. Men had hier voldoende mankracht. Hè? Bekwame mensen. Jullie moeten het maar doen. Hè? Jullie zijn van voren. En toen ik in 1978 of 1979, een datum onthoud ik slecht, kwam ik op een avond in het café Splendid. En die dag ervoor had men juist een aanslag gepleegd op Jean Vrone en zijn vrouw. Die mensen afgeklopt, het hospitaal ingeslagen, gewoon omdat hij van een vergadering kwam. Zijn auto kapot geslagen. En ik kom, Café Splendid, hè? Ja, ja, ja. Dat we nog kennen van vroeger. Ik kom daar binnen en er zat zo een man of 10, 15, allemaal jonge knapen aan de toog. En de cafébaas, Marcel Vrone, die ziet mij binnenkomen, die herkende mij van vroeger en die zegt zo, die man moeten wij hebben. Okay. Ik zeg waarom, hè? En toen vertelden ze die verhalen wat er allemaal gebeurde. En met die jongens allemaal gesproken en iedereen was akkoord om mee te doen. Dat waren niet alleen spannende tijden, dat waren avontuurlijke tijden, dat waren tijden dat ze soms met angst vertrokken zijn en als ze blij was, is ze terug heim was. Dat waren ook heel vaak geheimzinnige en geheime tijden, want er zijn heel veel dingen wat besproken zijn geweest, wat gedoe moesten worden en zo, hoe ze zelfs heim aan een hoes niks van verteld is. Maar dat was nodig op dat moment, want toen was gewoon van de straat gebusseld, dus die moest voor enig tegengewicht zorgen. En is dat waar met betogen, dan wordt het met betogen. Is dat waar met bepaalde pamfletten schrijven, dan wordt het met pamfletten schrijven. Is dat waar met van tijd tot tijd kattenkwaad te steken, dan wordt het met kattenkwaad te steken. In illo tempore, met de harde kern, we hebben altijd gezorgd voor rust.
Behalve wanneer men ons de duvel aandeed, één ruit bij ons kapot, 10 bij hen. Oog omhoog, tand om tand. Hè? Hij van tolereren niet meer dat nog aan ons gehakt werd. Nog niet gewoon oedagen, maar als ze geslagen werden, vier rapen de scherven niet meer op. Ze kregen nog, ze moeten nog scherven rapen. Ja, er zijn verschillende theorieën, maar een theorie die ik gehoord heb van commandant Schrij van de Mobiel Brigade, die toen met de helikopter boven de voerstreek toerde toen de betoging in gang was. In feite was het geen betoging, het was een wandeling. We hadden geen spandoeken, we hadden geen opschriften. Er waren wel vlaggen, maar een wandeling mag geen vlag dragen, dat is geen enkel probleem. En toen ze er hoort van het huis Snoek kwamen, verscheen in één keer meneer Snoek. Die had een grote Waalse haan aan zijn huis, de gevel gehangen. Plus het perron van Luik ging er. Dat was een beetje provoceren, begrijpt u ook. Alhoewel, die provocatie werd niet onmiddellijk beantwoord. Behalve toen hij met zijn geweer aan de venster verscheen en schoot. Heeft er enkel geraakt. Dan is een beetje, werd de menigte hysterisch, dat begrijp je ook. Ze hebben zijn auto, kamionetten met zuurstofflessen, die dienden om de forellen van zuurstof te voorzien, omgekanteld. En men was met vuur aan het gooien om die in brand te steken. Toen ben ik tussengekomen. Ik heb me voor iedereen gesteld. Ik zeg, geen pas verder. Want als die moeten ontploffen, dan vallen er tientallen doden. Want er stonden met 500-600 man rond dat huis, dat begrijp je ook. Hè? Sommigen zeggen wel dat oorlogsgebied, daar kan ik toch het van vertellen. Vrij met een bepaald moment een aanbieding gekregen voor de tunnel in Sint-Martensvoer op te blazen. Die aanbieding had bestaande, die heb ik afgewezen. Dat zou een economische ramp geweest zijn voor België. Want het meeste spoor- en goederenverkeer, zeker op dat moment, en nu ook nog eigenlijk naar Duitsland, komt via die route. Dus je kunt zich voorstellen wat een catastrofe dat zou geweest zijn. We hebben dat afgewezen. Gelukkig had de politieke tegenpartij dat ook afgewezen. Want dit is op dit moment in België nog altijd de langste goederenspoorwegtunnel van het land. Allee, dat ging soms heel wiet. Een illegale radiozender, ja, en dat wordt amusement tot en met het schrijven van tekstjes. Dat wordt heerlijke tijd. Maar ik mag niet zeggen wij dat presenteerden, want het is een strafbaar. En een goeie avond in de regenvoersdialect. Die zijn van de weg met onze voeren info. Maar toen in die tijd, ja, er moesten geheimzinnig spullen aan, radio voeren, uilenspiegel, knap, hè. Wij zitten achter, ja, dat moest vooral niet zeggen dat ze tegen het zelf hoort, hè. Want niemand mocht weten wij me dat erachter zat. Ja, iedereen wist dat, maar toch permanente ontkenning, nee, ben ik niet. En dan gaf ze dat uur aan de technische ploeg. En die jongens die moesten ervoor zorgen dat ze dus niet gepakt worden. Die stond opgestapt bij Twan Roeks in Teuven, hè. Stond tamelijk hoog, de boerderij van Twan. En ik en Franse Lognol en ik, het schravenvoeren, wij gingen eens het toerken doen. We hadden wel afspraak met de Rijkswacht gemaakt, met Jeff Beinens, die toen commandant was. Gezegd, kijk, Jeff, je laat onze radio met rust, hè. Want wij laten je ook met rust. Want de Rijkswacht had diezelfde avond een bal
feest van Rijkswacht, regio Tongeren voeren. Hè? Beelden voor Tongeren voeren in Tongeren, in een grote zaal. Elke keer was beloofd. Maar ik zeg tegen Frans, we gaan toch kijken, hè, jongen. En deze Turk zagen we op de plank van op Nederlands grondgebied. Komt er een overvalswagen aan. Van de RTT was het toen, de regie van telefoon en telegraaf. Hè. De piraterij. Ja, ja, die kwam opzoeken. Hè. En we zagen hem naderen. Ik stelde een wagen voor hem in. Ik zeg, wat kom je doen? Ja, ja meneer, ja, we moeten ons plicht doen. Ik zeg, dat begrijp ik. Ja. Hm? Dat je plicht moet doen. Je komt onze radio zoeken. Ja, 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 ja. Ze durven niet nee zeggen. Hè. Zij weet wat je nu doet, hè? Die draai je om, hè? Hm? En Frans had al zo'n een briquet, zeggen wij, een handsteker, hè? Gereed. De dinges, de naftbak opengedraaid en deed ons of, hè? We laten de boel opbranden, hè? Ja, meneer, wat doen wij, hè? Ze hebben zich omgedraaid. Ik zeg, nu ga je via Rotterdam. Antwerpen en zo naar Mechelen, want ze kwamen van Mechelen, RTT Mechelen. Hè? Ja, ja, ja. Ga je zo naar Mechelen? Ja meneer, dat doen wij. Hebben ze nooit meer gezien. Ik ben onmiddellijk naar telefoon gelopen, de openbare telefoon was toen nog. Hè, niet ver van de Rijkswacht gezeten, in het Smartsvoer stond openbare telefoon. Ik ben daar gaan telefoneren naar Tongeren, dat er vijf bussen van VMO voeren naderde en dat die voeren gingen innemen. Ja, ja, dat kun je geloven, hè. Bal was gedaan, allemaal een gevechtsuniform terug naar voeren. Ja, 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 ja. Dat wordt zeker een mijlpaal. Ik heb daar metgewerkt, of metgewerkt is vuil gezaagd. Ik vergeet die dag dus nooit. Die was opgeroepen op Brussel. De zons bij Jean-Luc Dehaene. Zodste, hij was de minister van Institutionele, dus zodste ben hij op bureau. Weet hij dan nou, premier was ook. En dan zegt hij, jij blijft hier zitten. En in het bureau dan even zat haar paar. En vermoegde niet met een kallen. En de Haan pendelde van de ene naar de andere. En dan komt de Haan op een bepaald moment, dit is wat er moet gebeuren. Charles Ferdinand Autant, de minister van Binnenlandse Zaken, die moest dat met ons ondertekenen. Maar hij wist ook niet wat in de tekst stond. Hè? Dat was Jean-Luc Dehaene wat dat maakt. En dat zijn spannende oren geweest. En op een bepaald moment, ja, besef ze dus dat ze bekaans het historisch gedoe hebben. In 82 over die verkiezingen, verhaalde 5 zetels. Hè. 5. Dat was voor ons, voor die jong gasten wat toe aankonden, euforisch, want we waren bang dat we gingen verliezen. En dat is er altijd voor goed gegaan. En dat keer dan wat er 6. Keer er nou wat er 7, wordt er 8, wordt het er 9, wordt het er 10 nu. Dus de omstandigheden van 10-5 voor de politieke tegenstanders zijn nu omgegaan in 10-5. Men had een heel ander begrip in het verleden voor de mensen van retour. Beleid, ja, dan neemden we geen beleid. Over ruimtelijke ordening of over afvalverwerking en milieu, toerisme. Al die factoren waren toen ongekend. Hè, waren begrippen die worden nooit gebruikt of nog niet uitgesproken. En dan zijn we natuurlijk met de achterstand zijn we moeten beginnen in te holen. En ja, goed, ik denk dat we daar toch een gedeelte in geslaagd zien en daarvoor beloond zien worden. En uiteraard hebben bepaalde akkoorden daar aan geholpen. Niet zozeer omdat ze positief waren voor ons, maar omdat heel het inwoners ook ingezien hebben. Och ja, wat de groep rond Rapaard wil. Rapaard zegt dat nu zelf, want toen ziet hij neugens met de hursen, neugens met je vervoeren en zo gaat allemaal. Omdat heel veel Waalsgezinden in voer gezegd hebben, ach, dan moet voor mij voor die rust goed kiezen. Het zal toch nooit meer anders jaren. Dus we zullen met Limburg moeten samenwerken. We zullen nog met Vlaanderen. En dat is ook het was de eerdere dag veel op de gemeente. En ik denk dat dat ook metgespeeld had. Toerisme, we zitten nu al in. Wat toen, in de jaren 2000, wordt wel een toerisme gedaan, maar nooit niet gepromoot. Zit van nu toch al een overnachtingscijfer van 140.000 overnachtingen per jaar. Dat is toch een heel belangrijke bron van inkomsten is voor onze gemeente. En heel wat lui daarvan lijven al in feite. Hè? Niet alleen door appartementen of woningen aan te bieden of zimmervrij, maar ook door in de horeca te werken. Mm-hmm.
is gemoedelijker geworden. Ik kan met iedereen. Dat is wat vroeger niet was. Ja, als een mens in Turk kan moeten lopen, wat wist ik, jong? Wat wist ik? Wist de Fransen wat ze worden? Dat was niet meer geloofd. Nee, dat is gedaan. Ja. Het is prima zo en het moet ook zo blijven. Daarom, laat het gewoon lekker rustig zijn voeren. Laat ons met elkaar kunnen kallen en leuk samen dingen kunnen doen. Maar die rivaliteit onderhuids mag toch wel een beetje blijven. Dat is geschiedenis wat ze meedraagt. En ja, ik vind het gevoel mag blijven, maar het moet er niet meer uit in de daden. Ja, en dat is ook beter. En dat er terug beter gecommuniceerd wordt met de jongere generatie tussen de twee gemeenschappen, vind ik positief. Zeg maar, zus, eng bezorgd, dat is waar. Niet in eigenheid verloochenen. Tuurlijk, de Vlaamse waarden blijven hoog in het vaandel staan. Ik hoop dat de nieuwe generatie echt niet meer de nood zal hebben om nog te moeten doen wat we hier druk gedoe hebben. Dus wat ik hoop is dat de nieuwe generatie kunt voorbouwen op de basis, op het fundament wat we hier gelaagd hebben. En dat zie je door het hoes voeren ook kunnen weersbouwen. Maar op dit moment moet ik zeggen, ben ik toch wel een gelukkige mens hiervoor. Voeren is in feite de achtertuin van Limburg. Hè? Ja. Waar men tot rust kan komen, waar men kan met mijn vrienden pint gaan drinken. Ik kom ook heel graag naar voetbal bijvoorbeeld nog altijd. Hè? Gewoon om pint te drinken, om gezellig samen te zijn. En nog af en toe al koeien uit de gracht te halen, gelijk me dat bij ons pleegt te zeggen. Hè? Het oude strijd van vroeger, oude strijdmakkers. Hè? Ja. Terug ontmoeten. En dan, als we elkaar zien van op afstand, lachen we al. Hè? Dan weten we al, ja, we gaan niet te veel vertellen. Hè? Want dat mag niet. Hè? We hebben zoveel dingen meegemaakt samen, doorstaan. Ja, ik ga niet zeggen, die mogen het daglicht wel zien, maar we houden het liefst binnen kamers, omdat daar kunnen we nog van genieten. Hè?